We zijn in Oosterbeek. Het Airborne Museum is slachtoffer geworden van een gewetenloze actie. In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 maart zijn er 2 bronzen beelden uit de tuin gestolen. Het gaat om het Aircrew Monument met Adelaar, dat herinnert aan de gesneuvelde vliegtuigbemanningen van Operatie Market Garden. En de Airborne parachutist van kunstenaar Jits Bakker. We dachten eerst aan een afzaag inderdaad, maar als je kijkt wat er van overgebleven is, dan is het waarschijnlijk gewoon met heel veel geweld eraf geslagen of getrokken. Je kunt ook zien, hier zijn de tegels beschadigd, dus het beeld is achterover neergevallen. Dus waarschijnlijk is er gewoon met veel geweld tegenaan geramd. Ja. En eigenlijk extra zonde, want hier is ook altijd een herdenking. Ja, ieder jaar in september dan is er hier een herdenking voor de gevallen luchtmachtpersoneel van met name de Royal Air Force. En dan is hier dus een herdenking met personeel van de Royal Air Force, van de Koninklijke Luchtmacht en belangstellenden. Ja, dat geeft ook wel aan waarom zoiets hier staat. Voor de nabestaanden, voor de betrokkenen is het natuurlijk ook een vreselijke klap geweest. De beelden hebben een emotionele waarde voor mensen die nog altijd hun dierbaren herdenken die het niet overleefd hebben. Ik vind het totaal gewetenloos dat je nou, met name zo'n monument voor mensen die hun leven hebben gegeven hier tijdens Operatie Market Garden. Voor de nabestaanden en de betrokkenen staat dat monument er. Daar wordt ook jaarlijks herdacht. Ik hoop dat ze daar geen besef van hebben gehad, anders zijn ze wel heel gewetenloos geweest. Gevoelsmatig, en dat merk ik ook nou, eigenlijk aan iedereen hier in de omgeving, wijde omgeving en in Engeland, is het gewoon een schok. Mensen zijn geschokt en dat waren wij als eerste omdat we natuurlijk ontdekten dat zoiets moois, wat ook een waarde heeft in de zin van herdenken en herinneren, door iemand wordt vernield en gestolen. Dat is... onthutsend. Hoop je dat de beelden nog terugkomen of dat iemand misschien weet waar ze zijn? Nou ja, dat is natuurlijk de hoop. De daders gepakt worden, dat zou ik eerlijk gezegd prettig vinden. En dat de beelden terugkomen. Dan nog moet er heel veel aan gerepareerd en hersteld worden en zo. Maar we zouden met name heel graag in september hier gewoon weer een herdenking houden. De mensen vinden dat belangrijk, wij vinden dat belangrijk. En, dat geeft ook, ja, dat zou ook een bepaald gevoel van gerechtigheid geven, want er is wel iets vreselijks gebeurd, vind ik. Ja.